Als buurtsportcoach zit je dag vol afwisseling en diversiteit. Gelukkig maar, want daar hou ik echt van. 'S Ochtends start mijn reis langs het kantoor om de materialen op te halen. Ik bereid mijn lessen voor volgens het vakwerkplan, waarbij ik natuurlijk zoveel mogelijk rekening probeer te houden met de behoeften van mijn leerlingen. Ik vind het echt heerlijk om te fietsen. Ik ben veel sneller op locatie en alvast lekker in beweging. De gymzaal waar ik lesgeef staat in de wijk Holtebroek. Hier spreek ik altijd af met mijn stagiair Sam. Sam studeert sport en bewegen en helpt mij 1 keer in de week tijdens de gymlessen. Het is echt heel fijn als er studenten bij zijn. Dan hebben we net even die extra handen om kinderen beter te leren bewegen. Vaak stromen de kinderen al binnen terwijl ik nog bezig ben met klaarzetten. Ze komen vaak wat eerder naar de gymzaal, zodat er alvast even vrij gespeeld kan worden. Als alles klaar is gezet, speel ik graag even mee. Ik kies ervoor om 4 activiteiten te geven, zodat kinderen veel in beweging zijn. De kinderen uit Holtebroek hebben een speciaal plekje in mijn hart. Ik hou echt van die multiculturele doelgroep. Ze kunnen zo intens genieten van die gymlessen. Helaas hebben niet alle kinderen een stabiele thuissituatie. En een gymles is dan echt voor de kinderen een uitlaatklep. Het contact met de kinderen vind ik heel erg belangrijk. Door goed contact krijg ik meer vertrouwen van de kinderen. En durven ze zich open te stellen en dat leidt ertoe dat de kinderen leren. Niet alleen motorisch, maar ook zeker op sociaal vlak. Hartstikke fijn. Willen Lana, Nardos en Lefano heel even blijven? En dan mag de rest vast naar de kleedkamer. En dan tot dinsdag. Als mijn les erop zitten, fiets ik naar kantoor om daar mijn mail bij te werken. Daar spar ik met collega's over activiteiten, gymlessen of projecten. Waar kunnen wij verbindingen leggen? Waar liggen nog kansen of verbeteringen? Vandaag staat er een overleg op de planning met 3 andere collega's over de sportvereniging in de wijk Holtebroek en Aalanden. Het kantoor zit nu in het PEC-stadion, een plek dat sport ademt. Je krijgt altijd extra veel energie van de nieuwe ontwikkelingen of verbindingen die gelegd worden. Samenwerken en verbindingen leggen met andere partijen is voor een buurtsportcoach een grote invulling van de werkzaamheden. Samenwerken doen we met veel basisscholen. Als je het schoolplein opkomt, dan voel je echt een held. Kinderen komen naar je toe om te knuffelen of hun verhaal te delen over bijvoorbeeld een nieuwe fiets. Dit laat wel zien wat voor rol je hebt als buurtsportcoach. En het verbinden doe ik ook vooral bij Out of the Box. Out of the Box is een container vol met buitenspeelgoed. Kinderen kunnen bij ons skelters, BMX fietsen, steps, ballen, tennisrekkers en nog veel meer lenen. Bij de container kunnen ze buiten spelen. Gewoon buiten spelen. Voor veel kinderen de normaalste zaak van de wereld. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wij zijn Out of the Box gestart omdat je steeds minder kinderen ziet buiten spelen. Dit heeft ook te maken met de veiligheid. Door het plaatsen van de container en georganiseerd buiten te spelen, stimuleren wij de kinderen om wel naar buiten te komen. En door buiten te spelen zijn de kinderen lekker in beweging. Onze buurtsportcoaches houden hierbij een oogje in het zeil. Ik ken veel kinderen en ouders in de wijk, waardoor kinderen eerder komen spelen. De kinderen zien er vrolijk, lachend en met veel plezier buiten spelen. Vind ik echt fantastisch. Ze kunnen van alles ontdekken en kind zijn. Na 1,5 uur buiten spelen ruimen wij met de kinderen op en sluiten wij de container. En bij de vereniging sluit ik mijn dag af, de atletiekvereniging in mijn geval. Binnen AVPEC is de clubkadercoach actief. De clubkadercoach helpt de vereniging met verschillende vraagstukken. Bijvoorbeeld het begeleiden van trainers, maar ook het uitvoeren en borgen van structurele trainingsbegeleiding. Ik kijk dan naar een training
Wat gaat er al goed en wat kunnen de trainers verbeteren op pedagogisch en didactisch vlak? Het is voor het behouden van de leden belangrijk dat er goede trainingen worden gegeven, zodat de leden langer lid blijven. Als de leden zich niet gezien, gehoord of prettig voelen, zullen ze de vereniging gaan verlaten. De clubkadercoach probeert het goed te begeleiden en aan te sturen. En als het lukt, stap ik weer tevreden op de fiets. Voor vandaag zit mijn reis erop. Ik ben uitgedaagd, draag iets bij en heb alles in beweging gezet. Voor mij bestaat er niks mooiers dan dit.